allemaal. Zoals jullie misschien wel of niet weten, zijn Larissa en ik echt van die YouTube-fossielen. We doen dit namelijk al iets van 6 jaar, ja. Bijna 7 jaar. Dus dat betekent dat er ook al best wel wat video's online staan. En we zijn dus ook echt al heel lang geleden begonnen met video's maken. En destijds deden we dat ook echt gewoon met de webcam die in de laptop zit. En, het was niet veel soeps. Dus in deze video wilden wij weer een aantal oude video's erbij pakken. Echt van vroeger. En dan willen we even kijken hoe daarop gaan reageren. Want ja, we weten wel een beetje wat online staat. Maar we hebben het niet meer echt durven terugkijken. Want het is nogal cringeworthy, denk ik. En ik zou ook wel heel graag willen weten wie van jullie ons al heel erg lang kent. Laat het even achter in de comments. En als je nieuw bent, sorry. Schrik niet. Deze doen? Ja, ja, ja. Dit is onze allereerste Outfits of the Week van Larissa. Wacht heel veel lust. Ik moet hem heel veel opnieuw doen. Sorry, ik doe heel veel geluid uit, want anders krijgen we copyright problemen. Ja, destijds wisten we echt nog niet hoe het zat met muziek en dat je gewoon niet alles kan gebruiken, dus... Allemaal opgenomen met de webcam die in je laptop zit en die bewoog ze dan gewoon zo naar beneden. En dan kon je alles zien. Super makkelijk. En wat ik vooral wel mooi vind is je haar. Oh mijn god. Ik had mijn haar gewoon niet hier gedaan. En dat maakte me gewoon niet uit. Oh, ik ging het wel even stylen. Wat vind je nu van mijn kapsel? Super emo. Ja. Wow, deze is wel was het niet met mijn verstandskies? Moet je kijken wat voor bolle wangen ik heb, dat of niet? Dat heb ik niet gezien. Ik denk niet. Ik denk dat deze trui ken ik nog. Volgens mij is er niks met je wang aan de hand. Nee? Het was gewoon, je had best wel bolle wangen. Ik zal eens even een andere video aanklikken. Ik weet nog wel dat ik het heel erg leuk vond om te doen. Want het was een soort van routine of zo voor mij elke dag. Ik heb er namelijk ook één, maar ik denk dat die echt nog veel erger is. Ik zou gewoon... En deze video's zijn van 6 jaar geleden. Wow! Wow! Flashy! Projectpresentatie staat er nog onder! Oh, ik had een projectpresentatie die dag, blijkbaar. Oh, ik dacht dat het gewoon... Was het niet gewoon een verkeerde edit? Gewoon niet goed geëdit? Nee, ik weet niet. Waarschijnlijk wilde ik laten weten dat ik een projectpresentatie had die dag. Ik had nog een vis... Ik had ook een goede pony. Wat deed je nou op? Ja, dit had ik voor mijn projectpresentatie. Had ik een koksmuts. Waarom? Waarom willen we dit zien? Weet ik veel. Ik doe het wel iets minder goed hoor. Hi. Ik had ook nog een wat slechtere kwaliteit webcam. Dat is wel duidelijk. Ik doe ook elke keer. Dit is een Serena's oude woning. Zie je dat? Oh ja, inderdaad. Huh? Wat doe ik allemaal dan? Wat deed ik allemaal? Oh my god, die was echt nog super jong. Echt 2 of zo. Bij mij draait het ook meer om andere dingen dan de outfit of zo, of niet? Hier, ben ik weer in mijn eigen kamer. Vrijdag had je de griep. Nou. Waarom laat ik dit zien? Kom op. Freaking panter, badjas. En een mag pyjama. Mag je dan zeggen dat je die nog steeds hebt of niet meer? Nee, 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 ik heb hem echt gewoon sinds dit jaar of zo. Vorig jaar weggooid. Why? Oh, toen werkte je bij Broadway. Ja, ik zag er wel goed uit bij Broadway. Laten we even eerlijk zijn. Ah! Ja. Oh, waarom ben ik zo lame? Wel, gebruik mij van de opties. Fuck? Echt leuk. Ja, we hebben dus een energy drank test video opgenomen. Die is vet vaak bekeken. En we hebben ook echt super veel irritaties in de comments gekregen. Iedereen duimpjes omlaag. Haatcomments, alles. Wij hadden gewoon zoiets van... Oké, Larissa die zegt altijd dat ze Red Bull... lekker vindt en altijd herkent. Dus wij gingen dan een energiedranktest doen. Ja, en dan ik kan het gewoon herkennen. Dus dan gingen we onszelf blinddoeken, kregen we energiedrank... en dan moesten we roepen welke het zou zijn. En wij deden het echt gewoon voor de lol. En mensen werden echt gewoon heel kritisch van... je moet het zo doen, je moet het zo doen. Daar gaan wij een test doen met verschillende energiedranken. Wat is met jouw face? Hoezo? Daar heb ik gewoon geen zin in. Ja, kijk er maar gaan. Drink je dat boel en niet gewoon een goedkope Je bent super emo. Ik heb er ook echt zo... Oh my god, ik kijk wel echt heel Jij was van, ik heb er geen zin in. En ik kijk een beetje van, wat de hel doe ik hier? Ja. Oh, Larissa, zo emotioneel, zo emo. En jij kijkt super bang. Ja, en dan tijdens de proef kunnen we aangeven. Oh my god, we doen dit zo awkward en zo stilletjes. Ja, maar we waren gewoon niet aan het presenteren toen. Zo zelfverzekerd. Wat een ontzettende saaie video. Oh my god, inderdaad. Het is dan zo vaak bekeken. Heel saai. Dan echt zo, als ik dit zo terugkijk, denk ik echt zo van... Oké, nu snap ik wel dat de haatcomments zijn gekomen. Oh, failure! Oh ja, klopt, euro-shopper. Ik ben zo nep. Oh, deze. Voordat ik begin, we gingen dus naar Antwerpen. Hallo, ik ben bij
Toen hadden we geshopt. Toen hadden we... Wat is met mijn gezicht? Wat ben je bereid? Wow! Ik kijk hier vet eng, hè? Ik kan me er bijna gewoon niet meer herinneren. Waarom deden we? We stonden hier volgens mij midden op Antwerp Centraal. Ja, want we hadden vertraging super lang. Toch? Nou ja, dan maken we toch gewoon een shoplog midden op een station met superveel achtergrondgeluid. En zaten op onze knieën gewoon ergens in een hoekje van het station. Oh my god. Het was wel tijdsbesparend, maar echt, wat is met mijn face? Ik moest nog een beetje leren dat ik misschien moest glimlachen naar de camera als ik niet aan het woord ben. Ja, en ook van die grote ogen. Oké, er komt nu een lookbook aan. Die deden we ook. Die fancy intro is weer. 6 looks. Dat liedje. Ook echt de beschrijving erbij. Deze uitvoering gaat bij al. Weet je, ik hoef niet zo heel erg te cringen, want ik vind het nog steeds gewoon wel goed. De lookjes vind ik nog steeds wel heel erg leuk, maar ik moet gewoon meer cringen. Wow, wat deed ik? Moet je die eerste move zien? Wow! Rock is looks en een hoed. Nou, dit waren echt super goede laarsjes. Deze look was goed. Oh, I love it. Zou hem nog steeds aantrekken. Sorry, eventjes. Mag ik best zeggen. Ja, nee, ik vind het ook echt. De looks die ik nog steeds zie, vind ik echt nog steeds wel leuk. Had ik ook net bij mijn outfit of the day, of the outfit of the weeks. Die vond ik ook niet vreselijk, toch? Wat doe ik? In godsnaam. Awkward. En dit is dan heel vroeger, 6 jaar geleden dus, had Serena van Beauty Lab. Had een Halloween party. Ja, en superleuk. Ik hoor nog wel eens van mensen dat ze dan ons nog wel kenden van vroeger of zo. Terwijl ik dacht dat ik gewoon een soort van anoniem zusje was. Mm-hmm. Dus ik zat daar gewoon misschien wel zwaar ongeïnteresseerd bij of zo. Ja, ik ben benieuwd, want dit is een vlog. Ja, ik ben heel benieuwd hoe we toen vlogden. Denk ik onze allereerste vlog. Dat is wel mijn stem. Ik weet niet, gaat niet zo goed met je. Bijna 9:50, ik ben erg laat. What the fuck? Oh my god, heb je een feestavond ervoor? Foundation genomen. Heb ik serieus foundation daarop? Weet je zeker? Wat is met, heb je gefeest de avond ervoor? Nee, ik was waarschijnlijk gaan verkouden of zo. Wauw, dit is wel echt heel langdradig hoor. Zal ik even... Wat doe ik, hè? Ik weet... Dit deed ik heel veel. Heel verschut. Ja, Serena ging me opmaken hier. Wel heel leuk. We hadden van die circle lenses in. Dat was wel echt super cool. En wat het dus was, het was een meet and greet van Serena Beauty Lab. En die meet and greet wilden ze dan doen in de vorm van een Halloween party. Dus dan kwamen er kijkers van haar, die kwamen langs. Ja, ik denk een stuk of 15 meiden of zo. En toen hadden we alles omgebouwd tot een Halloween huisje. En dan zouden wij ook verkleed zijn. En we hadden ook nog een fotoshoot of zo. Dus jij ging op de foto met rauw vlees. Ja. Alsof je iemand had vermoord in de badkamer. En ik was een enge pop. En ik moest dan ook, als je zeg maar met de lift naar boven kwam, dan hoorde je een muziekje. En dan zat ik als een soort van enge pop in de hoek. Deze hebben we nog wel eens een paar keer gezien. En dat is onze kookvideo. Daar hadden we volgens mij 3 afleveringen van gemaakt. Ja, dat was onze allereerste serie die we ook daadwerkelijk volhielden. Ja, vonden we echt heel leuk. En dat ging rondom Jack Daniels whisky. Niet gesponsord. Maar ik liep toen stage bij 24 Kitchen, geloof ik. En toen was ik helemaal gemotiveerd om kookvideo's te maken. Oeh. Ja, deze was super lekker. Dat is de Jack Daniels Glaze. Daar kan je dus als sausje gebruiken of over je vlees heen borstelen en zo. En weer ander haar. We veranderen heel vaak van ons haar. De whisky. De whisky. In petto. Het is wel echt ontzettend niet spontaan. Maar ik zie wel, ik heb wel het idee dat we wel redelijk hetzelfde zijn blijven doen. Het is alleen, denk ik, iets minder stijf geworden. En tot de volgende keer. Doeg! Doeg! Kom ik ook nog even hangen. Wortel. Je nam ik echt een wortel. Zal ik even de bloopers erbij pakken? Ja. Nou, dit was wel echt een van de betere. Die hadden we echt heel veel plezier in. Ja, en die heb ik ook hele goede herinneringen aan. Ja. Laat je niet tegenhouden door kip, zalm. Oh! Laat je niet tegenhouden. Dat tot... is een heel stom verhaal. Ja, dat zou echt wel. Maar vooral. Dit is echt erg. Je had ik weer rood haar. Ja. Die grijs is er even doorheen. Het lage gebruik. Deze zijn toch te zuipen. Zo, de bank. Ik kan er even mee. Ja, dit zie je niet heel vaak, maar dit zijn dan de behind the scenes. We hebben wel veel lol. Kijk dus, hoe lang mijn haar ook was. Zowel, laat ik... Even serieus, hè? Nou. Check
zeg maar, op de video zelf zijn we dan heel bloedserieus. Ja. Pak een stilpan, doe er wat suiker in. En dan moet je gewoon even roeren. En dan zie je dit op de achtergrond. Ze hadden dit eigenlijk allemaal in moeten laten. Ging niet goed. Ik vond het wel heel leuk, een bloep. Zouden jullie het leuk vinden om vaker een blooper video te zien van video's? Misschien zouden we een soort van compilatie moeten maken, ja. Als we dat nog hebben. Ja, inderdaad. Want ik heb niet heel veel video's meer. Nee. Maar misschien moet dat voor wel grappig zijn. Want ik vind het wel heel erg grappig om te zien. Want normaal zitten we gewoon hier, maar behind the scenes weet je echt niet wat er allemaal gebeurt. Soms wil je dat ook echt niet weten. Ja, deze weet ik nog. Deze weet ik nog best wel goed zelfs. Hoi allemaal, we hebben weer een leuke video voor jullie met een aantal feestelijke looks, want ja, de feestdagen komen er weer aan. Deze eerste outfit noemen we vintage cool. Dit draag ik een opvallende vintage. Zo een beetje truttig hoor, met die knots. What the fuck, sorry. Ja, die top vond ik wel heel leuk. Wordt die volledig uitgelachen. Wat heb je voor schoenen aan? Een outfit met een pittig enkellaarsje. Enkellaarsje! En een mooi puntneus. Oh, ik draag een nutkleur. Oh, dit is zo'n mooi jurkje. Waardoor mijn benen verlengd worden. Het is niet zo koud als helemaal blote benen. Ja, die voice-overs, dat is niet mijn ding. Dat is echt niet mijn ding. Nooit geweest. Je kijkt. Ik kijk zo fucking. Hoe je zo knipper met je ogen. Jullie houden echt van Action en Primark shoplogs. En dat deden we dus ook al echt 5-6 jaar geleden. Dus we gaan ook even een oude terugkijken. Deze is van 6 jaar geleden. Ja. Een Action haul. Ja, die intro's waren wel echt lelijk, maar wel hetzelfde. Weer die stem? Om te loemen? Om te loemen. Oh nee, dit is niet loemen. Nee? Nee, want loemen is met elastiekjes. Wat is dit dan? Ja, de Scooby-Doo was heb je dat gedaan? Volgens mij. Ja, heb ik gedaan, ja. Ik heb de gebruiksaanwijzing, hoe ik dat maar doen. Ja, ik lijk echt een man, joh. Ja, ik praat zelf ook heel erg zwaar. Vind je mij ook als een man praten? Nee, maar het is echt een ander soort stem. Alsof er echt zo'n brok in zit. Ik snap niet dat jullie hiernaar gekeken hebben. Ja, jongens. Vinden jullie het echt heel leuk? Ik ga hem even afzetten. Want ik word hier een beetje... Ik vind dat we een shoplog van Tara moeten kunnen zien. Nee, mag ik... Weet je, er is een video. Die is echt best wel beschamend. Ja, welke dan? Ik ga me echt uitlachen. Want het is en een video zonder dat ik erin praat... Oh. En ik ben een beetje aan het poseren met spaghetti. Het is gewoon een bakje spaghetti. En dan voeg je water toe. En ik heb een hele video gemaakt over hoe je instant freaking spaghetti maakt. Laat iedereen zien. Weet hoe het moet. Ik weet het niet meer. Het is echt wel echt redelijk... Redelijk gênant. Het is best wel... Dit is denk ik... Ja, het is wel echt kut. Alsof ik freaking Asian ben. En dan een beetje zo in mijn wang loopt te poren. Fork. Wat? Duidelijk. Kruiden! Ik wil heel snel, ik kan bijna niet lezen. Ja, weet je, ik kon toch niet editen in die Stap tijd. Stap 1, verwijder het plastic. Ja, maar kijk, dit is echt cringe-worthy. Zo. Oh, dat was hem. Oh, misschien heb ik al een erg stukken draait. En dan vond ik misschien alleen het eerste heel erg. Bedankt voor het kijken. Ja, dat was een hele snelle video. Veel mee. Deze video die staat eigenlijk op Serena's kanaal van Beauty Lab. Want we hadden 2 video's gemaakt. Serena had de originele video. En we hadden de bloopers. En we hadden... Toen was zeg maar een beetje... De hashtag was ineens hot. Was net hot. Nieuw. Ja, hot. Kan je nagaan hoe oud het is. Dus dat was 3 jaar geleden. En toen was hashtag... Hashtag was echt een ding. Nu is het heel normaal. En toen was het helemaal van... Oh, hashtag dit, hashtag dat. En daar wilden wij dan een grappige video van maken. Maar we kunnen voor geen meter acteren. Nee, we zijn echt niet goed in sketches of dat soort dingen. Dus. Maar we wilden het wel heel graag doen. En we gaan je hem laten zien. Misschien ken je hem wel, misschien ook al niet. Hey Sven, wat ben je aan het doen? Hashtag nieuwsgierig. Ik ben een artikeltje aan het schrijven voor mijn site. Hashtag beautyblogger, hashtag beauty lab. Hashtag recept, hashtag shoppel. Waarom schreeuw je zo? Hashtag NSVL, hashtag Rutte. Hebben jullie al boodschap gedaan? Waarom Rutte? Ja, dat vraag ik me ook aan. Nee, we gaan zo even naar de supermarkt. Hashtag AA, hashtag hallo Jumbo. Volgens mij ga ik op een gegeven moment ook heel erg schreeuwen. Ja, jij gaat echt knetterhard. Hashtag Pony Honey! Ik ben echt zo'n sukkel. Hashtag Yay! Hashtag Love! Hashtag Pizza! Hashtag Om. Ik doe open.
awkward hoor. Ja, dit is echt awkward. Welke hashtag staat er aangeven? Hashtag? Hashtag is echt voor losers. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. We laten even die bloopers zien nu. Nu ben ik helemaal benieuwd. Ik heb het al een beetje warm gekregen. Dit zijn de bloopers. Oké, ik ben benieuwd. Terwijl ik agressief. Je was gewoon. Jij ook. Oh ja, man. Je kan dat toch gewoon niet, joh. Hallo, Jumbo. Wat doe ik? Ja, agressief, dan word je toen echt heel boos of zo. Dood, bloedserieus. Ik ga even lessen lezen. Hij zegt vijf aan je heen! Ik weet nog wel dat je dit niet kon uitspreken. Ik snap het ook niet of zo. Kijk je hand ook echt. Oh my god. Jemig. Weet je, je hebt wel eens gewoon schokken, maar deze zijn echt heel hard. Oké, jongens, we gaan nog één video doen. En ook dit is weer een soort van sketch-acteerachtig videootje met Serena erbij. En deze was ook wel echt heel erg leuk. Ja, want we gingen namelijk een Primark speurtocht organiseren. Waarbij wij ons gingen verstoppen in Rotterdam. Ja. Is Rotterdam? Ja, Rotterdam was het. En dan zouden we hints sturen via Instagram met tekstjes en dergelijke. En dan zouden mensen ons moeten vinden voor het winnen van een giftcard. Ja. Vond ik echt super tof. Dat was een hele leuke actie. Hadden ze zelf bedacht. En om die actie aan te kondigen, hebben we deze video gemaakt. Om het alvast een soort van te laten zien hoe dat dan zou werken. Deze ei. Hey. Oh my god. Oh, super lekker. Oh. Waar is dat? Dit ook, hè? Dat doen ze dat ook in films. Dat is heel leuk. Oh, dit is wel spannend. Wow, waar zou het eigen zijn met de cheesecake? Ik zag een spijker, dus dat moet wel op die brug zijn. Oké, het acteerwerk moet daarom even laten. Ja, dat kan ik. Ik kan beter achter de camera staan. Wat voor cheesecake van Starbucks? Ik denk dat ik best wel goed ben in het filmen en minder goed in het acteren. Dat was echt. Ik had maar 1 seconde of zo, 2 seconden. Dat was echt fucking leuk. What the fuck? Nou, ik vond het super leuk om onze video's van vroeger terug te kijken. En we hebben ook echt gewoon super oude video's van 6 jaar terug bekeken. Tot aan wat minder oud van 3 jaar. Maar alsnog waren we echt wel een soort van babytjes. Ja, ik zag wel dat mijn huid er wat beter uitzag in die tijd. Ik had wat minder ballen. Maar voor de rest eigenlijk, qua stijl en zo, zijn we best wel hetzelfde gebleven. Ja. Ik vond het nog niet eens zo heel erg erg. Ja, ik had inderdaad nog meer momenten verwacht dat ik iets had van... Oh. En ben ook heel erg benieuwd of jullie ons al lang volgen. En zo ja, hoe lang zijn de mensen die misschien al echt die hele oude video's zouden die kennen? Er nog zijn? Ja, ik vraag of zijn ze al meteen afgehaakt van, yo, ik kan het niet meer aan. Ik ben weg. Wie zijn die meiden? Kap ermee. Ja, ja. Ik ben echt heel erg benieuwd of er nog een paar mensen zijn die echt gewoon nog... De harde kern, zeg maar. Precies. Ja, ja, ja. En, ja, wat ik wel heel erg belangrijk vind om te zeggen is dat we dit nog steeds met super veel plezier doen en super veel passie. En we vinden het nog steeds gewoon leuk en we lachen nog steeds achter de camera. Niet altijd. Het gaat ook wel eens echt compleet mis. Ja, ja. Maar over het algemeen zijn we altijd wel een beetje aan dollen. Bij deze hartstikke bedankt voor het kijken. Hartstikke bedankt als je pas een jaar bent geabonneerd of een maand of 6 jaar of wat dan ook. We vinden het hartstikke leuk dat je naar onze video's kijkt en... Nou, ik ga er maar niet al te emotioneels van maken, dus vergeet je ook zeker niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien jullie heel snel weer in de volgende video. Yes. Top. Doei! Doei.